Ik wou beginnen met Matthäus 1. En er staat dit, dat toen Maria in verwachting raakte, buitenechtelijk eigenlijk, toen was Jozef zo geschrokken en ja, hij wist niet wat hij ermee aan moest. En hij was een hele oprechte kerel en hij hield ook van Maria, maar hij kon er niet meer leven, dus hij overwoog om haar weg te sturen. Maar toen kreeg hij een droom in vers 20. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heren verscheen hem in een droom en zeide Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en ge zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dat is de allereerste belofte eigenlijk ook, hè? En eigenlijk de kern van de zaak waarom dat Jezus gekomen is om ons te redden van onze zonden. En dan vraag je je af, in hoeverre is dat gebeurd en gebeurt dat? En hoe gebeurt dat dan en wat houdt dat in? Gaan we eerst even kijken naar wat de zonde eigenlijk is. Wat is zonde en zondigen? Dan gaan we naar de eerste Johannesbrief. Die is er heel duidelijk over. Johannes, 1 Johannes. 1 Johannes. 1 Johannes. En dan hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3. En dan vanaf vers 1. Zie welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat we kinderen van God genoemd worden. En we zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn we kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Want we weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, en dat zijn we toch, hè, die hoop hebben we toch op hem, die reinigt zich gelijk hij rein is. En ieder die hoop op hem heeft, die reinigt zich, gelijk hij rein is. Ieder, hè, oplet op al die uitdrukkingen van 100%, hè, altijd is het alles of niks. En hier staat, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, omdat hij de zonde zou wegnemen. En in hem is geen zonde. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En ieder die uit God geboren is, die doet geen zonde. Want het zaad van God blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel kenbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Snappen jullie daar wat van? Dat iedereen die zondigt, die is uit de duivel. En wie zondigt daar nou niet? En hier staat een paar keer ook weer, hè, dat Jezus kwam om ons van die zonde te verlossen. Maar er is niemand van ons die durft te zeggen, ik zondig niet. Of wel? Dat is toch een heel groot probleem. Ja, we zondigen allemaal. En hoe komen we hier onderuit? Hoe doen we dat? Hoe gaan we hier met het stuk om? Nou, we hebben er een hele mooie constructie voor bedacht. En kunnen jullie allemaal het bord goed zien? Ja, als ik er niet voor sta natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Even een beetje nog omdraaien zo.
Nou ja, ik ga er af en toe een beetje weg dan. Nou, dit ben ik. Zo. Zo, en ja, dit is ons zondige hart. Zo. En nou, Jezus is gekomen. Zo, is het kruis. En wat is er nou gebeurd? Jezus die was onschuldig en die is toen aan het kruis gegaan. Onschuldig is hij aan het kruis gegaan. En wat heeft hij daar gedaan? Wat heeft Jezus aan het kruis gedaan? Wat heeft hij in onze plaats gedragen? De schuld. De schuld, hè? Nou, dus Jezus die heeft de schuld gedragen. Nou, wat is nou die schuld? Die schuld... Wij zijn allemaal schuldig omdat we zondigen, omdat we zondaar zijn. Hè? Die schuld, die heeft Jezus op zich genomen. Dus hij, de onschuldige, die heeft onze schuld op zich gedragen, op zich genomen, terwijl hij onschuldig was. En toen heeft hij de vloek ondergaan. En is nedergedaald ter helle zelfs. En onze schuld is dus, heeft hij overgenomen, onze schuld. En wij ontvangen nu zijn onschuld. Zijn onschuld. Het is een ruil. De gelukkige ruil wordt het ook wel genoemd. En... nou ja, God die ziet dus onze schuld als hij naar Jezus keek, toen hij naar Jezus keek, toen hij naar het kruis hing. En heeft hem vervloekt daarmee, heeft daardoor onze straf gedragen. En de onschuld van Jezus, de verdiensten van zijn aardse leven, dat wordt ons toegerekend. Dat krijgen wij daarvoor in de plaats, een ruil. En als God nu naar ons kijkt, dan ziet hij ja, onze onschuld. De onschuld van Jezus. En daardoor kunnen we nu vrij met God omgaan. Ondanks alle zonden die we hebben. Dat is het evangelie wat ons gepredikt wordt. Maar nu een paar vragen. Hè? In de eerste plaats. Kon Jezus ons zijn onschuld geven? Is hij in onze plaats, heeft hij onschuldig geleefd? Kijk, hij is in onze plaats, is hij gestraft. Omdat hij dat voor zichzelf niet hoefde. En hij is in onze plaats gestorven, omdat hij dat voor zichzelf niet hoefde. Maar heeft hij nu ook in onze plaats heilig en onschuldig geleefd, omdat hij dat voor zichzelf niet hoefde? Nee, want dat hoefde hij wel. Dat moest hij om onschuldig een lam van God te kunnen zijn, om die schuld op zich te kunnen nemen. Dus die onschuld, die had hij nodig om het lam van God te kunnen zijn voor ons. Dus dat klopt niet helemaal eigenlijk. Nee, als Abraham of een van de oud-testamentische gelovigen, als die gezondigd had, dan mocht hij een schaapje nemen en dan legde hij zijn hand op de kop van het onschuldige schaapje en dan ging die schuld over van de zondaar naar het schaapje en zo werd hij verlost van de zonde. En dan werd het schaapje geslacht of het werd naar de woestijn gestuurd, dat is een heel ritueel. En, maar de onschuld van het schaapje, ja, wat kon dat naar degene die gezondigd had? Was het een ruil? Nee, dat schaapje had niks om hem te geven. Het was onschuldig en daardoor kon hij die schuld op zich nemen en de zondaar was verlost van zijn schuld daardoor. Maar hij kreeg niet de gerechtigheid van het schaapje toegerekend, want het schaapje had helemaal geen verdiensten in die zin. En daarom is het ook toch de vraag, is
de vraag of wij de onschuld van Jezus, of wij dat van hem kunnen overnemen. In de tweede plaats is er nog een ander probleem. Kun je eigenlijk de zonde en de schuld van elkaar scheiden? Want nu is het zo eigenlijk dat Jezus die neemt onze schuld over. Die wordt losgemaakt eigenlijk van die zonde. En hij geeft ons dan zijn onschuld, maar die zonde die blijft daar zitten. Kan dat eigenlijk wel? Kun je de zonde losmaken? Want dan kun je zeggen van nou, Jezus die neemt mijn schuld en ik hou mijn zonde. Dat kan ook niet. He, want schuld en zonde, die horen bij elkaar. Je kan nooit, he, dat is ook in het gewone leven zo. He, als er een van die jongens die houdt van cd'tjes en die heeft geen geld. En die weet dat zijn moeder een heel veel geld heeft in de portemonnee. En die haalt 20 euro uit de portemonnee. En dan gaat hij naar zijn moeder toe. En dan zegt hij, mam, ik heb, een eerlijke jongen was het namelijk. Ik heb 20 euro uit die portemonnee gestolen. Wilt u het me vergeven? Nou, en dan zegt die moeder, natuurlijk jongen, wil ik je dat vergeven. Ik ben blij dat je het me zegt. En dan houdt ze meteen haar hand op, hè, want ze wil die 20 euro terug. Nee, zegt die jongen, die 20 euro, die wil ik houden. Ik wil alleen maar dat u het vergeeft. Hij wil zijn schuld, wil hij van bevrijd worden, maar hij wil wel die 20 euro houden. En dan zegt zijn moeder, hele lieve moeder, oké, jongen, ik ben blij dat je het hebt gezegd. Hou die 20 euro dan maar. Nou, de volgende keer haalt hij 100 euro uit moeders portemonnee. Dat is de eerste stap op weg naar de criminaliteit. Hè? Dus het is heel onverstandig dat een moeder dat zo laat gaan. Die zegt, nee, als je wil dat je vergeeft, dan moet je datgene wat vergeving vraagt, dat moet je dan natuurlijk wel erbij geven. Want anders kan ik je niet vergeven. Nou, God is precies, is ook geen onverstandige hemelse vader. Ja, dus als wij willen dat we vergeving krijgen. Ja, dan is het niet zo dat we dan die schuld kunnen overgeven en dan denken, nou, dat is dan vergeven en dat we met die zonde blijven zitten. Dat kan helemaal niet. God is een verstandige God natuurlijk. Staat er ook, hè, als we gezondigd hebben en we belijden het, dan is God getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeven en om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Gewoon omdat God zegt, ja, ik heb er geen belang bij om je te vergeven als ik je niet kan verlossen van die schuld, van die zonde die schuld veroorzaakt. Want er verandert er niemand van. Dus dat klopt ook al niet, dat je die schuld kan losmaken van die zonde die je in je lijf hebt. Een ander, wat ook helemaal niet klopt, is dat dan denken we dat als God ons dan ziet, dan ziet hij niet ons met onze zonde, maar dan ziet hij de gerechtigheid van Jezus. Dus als God naar allerlei kerken en gemeenten kijkt, naar allemaal mensen die Jezus hebben aanvaard als verlosser van hun zonde, als degene die voor hun zonde betaald heeft, dan ziet hij allemaal volmaakte mensen. Kerken vol. Maar ondertussen, de mensen om je heen, die zien er helemaal niks van. Die zien gewoon mensen die, ja, op allerlei manieren, nou, pas weer wat aan het licht gekomen in België. Van alle vreselijke dingen. Ja, maar als al die mensen denken van, ja, God die ziet niet mij, maar die ziet Jezus, als hij naar me kijkt, dat is wel heel makkelijk. Dan is het eigenlijk zo dat Jezus ons tot gewitte graven maakt voor God. Ja, aan de buitenkant voor God rechtvaardig, bekleed met de gerechtigheid van Jezus, maar van binnen door de doodsbeenderen. Nou, Jezus die heeft er juist ontzettend tegen gewaarschuwd dat niet kan. He, tegen de fariseeën, die wilden dan net andersom. Die wilden voor de mensen rechtvaardig zijn. En aan de buitenkant rechtvaardig, maar van binnen was het één smeerboel. En wij denken dat Jezus ons zo voor God plaatst. He, van de buitenkant voor God. Dus de enige ook die het ziet. He, dat is, dan zijn we volmaakt en rechtvaardig en heilig en rijk. En alles hebben we in Christus ergens. Maar ondertussen, dan ziet er niemand wat van. Ik weet niet of je dat sprookje kent van de nieuwe kleren van de keizer. Ken je dat sprookje? Nee? Even vertellen. Dat is een heel belangrijk principe namelijk. Dat waren twee oplichters. Dat waren kleermakers. En die gingen naar de keizer. En die zei, keizer, we hebben zoiets geweldigs. Een stof. Zoiets moois heb je nog nooit gezien. Nou, toen kwamen ze en de keizer wilde het al zien, maar hij zag niks. Ja, dat zei de keizer niet hoor. Maar die kleermakers hadden erbij gezegd.
Het is zo'n bijzondere stof dat alleen degenen die nooit liegen, die zien die stof. Degenen die wel eens liegen, die zien die stof helemaal niet. En de keizer wil natuurlijk niet laten merken dat hij die stof niet zag. Want hij loog wel eens natuurlijk. Dus hij zei, goh, mooie stof. En mogen we u een statiegewaad van maken? Ja, natuurlijk, zei de keizer. Nou, we moesten een hoop voor betalen natuurlijk. Dus de kleermakers gingen hard aan het werk. En elke keer kwam de keizer kijken. En die vond, oh, prachtige kleren. En die kleermakers deden net of ze hard aan het werk waren natuurlijk. En op een gegeven moment was de parade was er gepland met de nieuwe kleren van de keizer. Het had aan alle kranten gestaan, heel bijzondere kleren. Degenen die wel eens logen, die zagen het niet. Maar al degenen die nooit logen, die zagen die prachtige kleren. Dus en dan liep de keizer in zijn blootje door de stad. En iedereen zei, oh, de mooie kleren. Want niemand wilde laten merken dat hij was loog natuurlijk. En behalve een klein jongetje, die zei op een gegeven moment, hé, de keizer loopt in zijn blote billen. Nou ja, toen gingen de ogen open van de mensen. En de keizer liep gewoon door, want die denkt, ja, snap je een beetje dat... Nou, ik geloof dat heel veel christenen, die lopen wat, ja, geestelijk rond in hun blote billen gewoon. Bekleed met de gerechtigheid van Christus, maar niemand ziet er wat van, behalve God dan, denken ze. En, maar iedereen om hen heen, vader en moeder en man en vrouw, die zien precies zoals je bent. Dat klopt eigenlijk ook niet. Dus dit is toch wel een vreemde constructie eigenlijk. En het allerergste eigenlijk is dit... Dat als dit zo zou zijn, dan zou Jezus helemaal niet hebben hoeven op te staan. Want dan zou dit bij zijn sterven, zou het al voor elkaar zijn geweest. Ja, omdat, hè, gewoon omdat, om dit is al compleet. Hè, wij krijgen Jezus gerechtigheid, hè, de verdiensten van zijn aardse leven toegerekend. En hij neemt onze schuld op zich. Nou, dan... is het zaakje compleet. En de opstanding van Jezus, het is een hooguit, is het een soort van bewijs dat dit waar is, wordt dan gezegd. Ja. Dat is heel verschrikkelijk eigenlijk, dat dit niet klopt. Nou, er zijn nog meer dingen van te zeggen, maar snap je een beetje van dat dit toch een theorie is die toch hele zwakke plekken heeft. Ja, maar hoe is het dan werkelijk? Hoe is het dan werkelijk? Nou, in de Petrusbrief staat eigenlijk de oplossing van het probleem. Petrus. Dat staat in 1 Petrus. 1 Petrus 2. Gaat ook over onrecht lijden en zo. Wat je met onrecht moet doen als je onrecht ondergaat. En dan staat er dat we in zijn voetstappen moeten treden. En dan zijn dit de voetstappen, vers 21. Want hiertoe zijt ge geroepen, daarop Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd, niet terugschold, als hij leed, dreigde hij niet, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Het is ook een blinde vlek hè, dat we dat mogen doen, dat God onze rechtvaardige rechter wil zijn. En dan 24, die zelf onze schuld in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Dat wij onschuldig, nou ja, zouden we verder leven? Nee hoor. Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven en door zijn striemen zijt gij genezen. He, dus al de liedjes die we zingen, gaat allemaal over, Jezus droeg mijn schuld en is nam mijn straf op zich. En, he, maar wat zijn de liedjes die zeggen, Jezus die nam mijn zonde op zich? He, daar blijven we mooi mee zitten. Want wat het ergste eigenlijk is dit, dat als je dit gelooft, he, dan verlost Jezus eigenlijk ons van de schuld. En wie verlost ons dan van de zonde, dus de echte zonde, de werkelijke zonde in je leven? Wie verlost je daar dan van? Weet je dat? Bijvoorbeeld. Maar de meesten denken, ja, daar verlost de dood ons wel van. Als we doodgaan, dan laten we de zonde achter. En we gaan als een rein zieltje gaan we de hemel in. Schuldeloos en met de verdiensten van Jezus. En dus de Jezus is de verlosser van de schuld. En de dood is de verlosser van de zonde. Nou, is de dood de grote verlosser. Terwijl de Bijbel zegt, de dood is de grote vijand. In plaats van verlossen. Waarom? Omdat de dood die maakt het onmogelijk
die maakt het ja, voor ons onmogelijk om ooit nog verlost te worden. Ja, dus als je wacht met het verlost worden van je zonde tot de dood. Ik denk dat die dood die verlost me er wel van. Het enige wat gebeurt is dat je nooit meer verlost kan worden. Dat is de consequentie. Dat als we sterven in onze zonde. Dat is het ergste wat een christen kan overkomen. En ontelbare christenen die wachten op de dood om echt verlost te worden van de zonde. Dat geloven ze. En ze gaan met een, dat zeggen ze in de reformatorische hoek, al vroeger zei ze dat vaak, die gaan met een ingebeelde hemel naar de hel. En Jezus die zegt op een gegeven moment van, velen zullen ten dien dagen zeggen, heren, heren, hebben in uw naam niet dit, hebben in uw naam niet dat. Dat Jezus, ja, ga weg van mij, werkers de wetteloosheid, omdat ze niet verlost zijn van de zonde. We hebben allemaal met veel vrijmoedigheid voor Jezus geleefd, heel veel activiteiten ontplooit, hè. En ja, maar nooit echt verlost zijn van de zonde. Velen staat er. En dat staat in hetzelfde stukje als van de brede en de smalle weg. Het is het besluit van dat stukje. We denken altijd van de brede weg. Dat zijn de onbekeerden, dat zijn de buitenkerkelijken en zo. En de smalle weg, dat zijn wij allemaal met elkaar. Maar Jezus die zegt tegen het volk van God. Die zegt, velen zijn er die door die wijde poort ingaan, de brede weg opgaan. Omdat ze niet... Ja, omdat ze gewoon hun eigen gang gaan. Kenmerk van Paulus, toen hij tot bekering kwam, toen zei hij van, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maar de meeste christenen zeggen, die keerden dat om, van Heere, wat wil ik dat u doen zult? En dat is dan, dat zijn die velen, velen. Weinigen zijn er die door die nauwe poort ingaan en de smalle weg opgaan, verlost willen worden echt van de zonde. Ik zeg het erg makkelijk zo, hè? Maar ik besef niet half van hoe belangrijk het is. En dat misschien wel 90% van evangelische christenen, dat die houden zich bezig met een vals evangelie gewoon. Kun je een beetje voorstellen hoe erg dat het is? Ja, ze zeggen, wat is dan het echte evangelie? Nou, dat Jezus die heeft niet onze schuld gedragen in de eerste plaats, maar die heeft onze zonden op zich genomen. Dat heeft hij gedaan. En daardoor werd hij vervloekt door God, zijn vader. Omdat hij daar hing als de grootste misdadiger aller tijden, om zo te zeggen. Hij nam de schuld en de zonde en de schuld die erbij hoort van de hele wereld op zich. Dat kunnen we ons niet voorstellen wat dat betekent. Opdat wij eraan afgezonden, hij stierf met die zonde ook. Hè? Hij daalde ter helle met die zonde en met die schuld die erbij hoort. En wat gebeurde er nou met ons? Nou, als we onze zonde en onze schuld, als dat naar Jezus gaat, wat houden we dan over? Nou, niks over, hè? Maar wat krijgen we er dan wel voor in de plaats als we niet zijn verdiensten toegerekend krijgen? Wat krijgen we dan wel in de plaats? Nou, dat is de betekenis van de opstanding. Ik zal het maar zo tekenen. Jezus is opgestaan in een nieuw leven. En waar we wel deel aan krijgen, dat is het opstandingsleven van Jezus. We krijgen deel aan zijn opstanding. Ja, het wordt nog mooier eigenlijk. Jezus is opgestaan en we mogen nu in hem geborgen worden. We worden een lid van zijn lichaam, een rank aan de wijnstok, een stukje van Jezus worden we. We krijgen deel, staat er in de Petrusbrief, aan de goddelijke natuur. Niet aan de verdiensten van zijn aardse leven, nee. We krijgen deel aan alles wat hij nu is, verheerlijkt. De dood overwonnen, alle machten de duisternis overwonnen. Alle wijsheid en kennis is in hem aanwezig. En wij worden uitgenodigd om in hem, dat is de allerbelangrijkste uitdrukking in het Nieuwe Testament, in hem. In hem hebben we alles.
Buiten hem hebben we helemaal niks. Zie je wat een heel andere evangelie dat is? Dat we deel... Hè, dus gaat heel Johannes of Romeinen 6 over. Hè, we zijn met hem. Onze oude mens is met hem gekruisigd, is gestorven. En we zijn opgestaan in een nieuw leven. Samen met Jezus, verenigd. Nou heb ik dit heel groot getekend, omdat die zwarte plek zo groot was. Maar het begint natuurlijk vreselijk klein. Ja, dat nieuwe leven, dat als je dus begint, word je als een baby geboren, geestelijk. Dus het is maar een klein beginseltje van leven. Maar het is wel het goddelijke leven, het is wel het eeuwige leven. En dan mogen we, vanuit daar gaan we beginnen te leren om daar gebruik van te maken, om daaruit te leven. En niet iedere keer weer terug te vallen in onze oude ingesleten gewoonten. Maar zo gauw als we zeggen, Heere, ik heb helemaal niks, ik kan helemaal niks, maar ik wil met u leven. Dan gaat het nieuwe leven gaat zich ontwikkelen. En dan verander je van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan gaat het beginnen van, ik weet niet of je tekst kent van 2 Korinthe 9 vers 8. Dus een prachtige tekst die we uit ons hoofd moeten leren. 2 Korinthe 9 vers 8. 2 Korinthe 9 vers 8. 2 Korinthe 9 vers 8. En er staat dit. God is bij machten. En dan moet je moet je eens kijken. Ik weet niet of jullie allemaal een NBG-vertaling hebben. Maar vaak dan als we dit doen, dan vragen we aan de mensen van, tel nou eens hoeveel uitdrukkingen voor 100% er in die ene tekst staan. Eén tekst, hè. 2 Korinthe 9 vers 8. Hoeveel uitdrukkingen voor 100% staan erin? Nou, tegenwoordig hebben we allemaal verschillende Bijbelvertalingen. Dus het werkt niet meer zo. Maar in de grondtekst kun je dat heel makkelijk terugvinden. Ja, dus de NBG-vertaling en ook de vertaling van de herziene statenvertaling, die doen het allemaal heel goed. En dan staat er dit. En God is bij machte alle genade in u. Hè, dus in je, dus niet aan de buitenkant. Nee, in je. Alle genade in je overvloedig te schenken. Het is een gave. Het is genade, 100% genade. Opdat gij in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk, overvloedig moogt zijn. Nee, dus God is bemachtigd, alle één genade in u, overvloedig twee te schenken. Opdat gij in alle drie opzichten, te allen vier tijden, van alles vijf genoegzaam, ook 100% zes, in alle zeven goed werk, overvloedig acht mocht zijn. Dat is wel een andere koek als wat je in de catechismus leert. Hè? Van de Allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel van de ware gerechtigheid. Dit is zo overvloedig. Wat God betreft staat de hemel zo open. Kunnen we, ja, alle overvloed die je maar kunt bedenken, die staat ons zo ter beschikking. Wanneer we dus bereid zijn om te ruilen, maar dan hè, onze smerigheid in te leveren en los te laten, verlost te laten worden door het bloed van Jezus, te laten reinigen daarvan, en dat je dan op mag staan in een heel nieuw leven. Nou, dit is zo wonderlijk eigenlijk en verschrikkelijk dat er zo weinig christenen dit nog zien. En dat wat die waarschuwingen in Galaten over een vals evangelie, hoe we daarmee vergiftigd zijn. En dat we allemaal met een brok zonde rondlopen en denken, nou ja, God die ziet het niet, ja, maar die ziet Jezus. Dus. En dat maakt zo makkelijk, om half bakken te blijven leven. Hè? En dan hopen, nou ja, de dood die verlost, hè, dat hoor je ook wel eens, hè, van ach, hij is verlost, hij zal niet meer zondigen nu, gelukkig. Hij hoeft nou niet meer te zondigen. Nou ja, als we dat in ons leven, in het hier en nu niet durven te zeggen, dat we niet meer hoeven te zondigen, ja dan. En er is één wilsbeschikking van Jezus, hè, die zegt van zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Jezus is weg van de aarde, dus wij zijn de enige, zijn lichaam hier op aarde, die zijn werk moeten voortzetten. Nou, als dit niet waar is, als dit niet gebeurt in ons leven, als we niet zoals in Johannes staat van, hè, wie in hem gelooft moet zelf ook zo wandelen als hij gewandeld heeft. Als dat niet kan, dan is het, ja, dan wordt
Nou, zijn laatste wilbeschikking is dat Jezus zegt van, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Dat staat ook in het hoogpriesterlijk gebed, hij zegt het een paar keren. En dus alle leer die eigenlijk dat onmogelijk maakt, de wil van Jezus onmogelijk maakt, alle leer die jou daar eigenlijk in de weg staat, die jou dat, die, ja, die mogelijkheid ontneemt, dat is daar leer. Zo te wandelen als hem. Ja. Ja. En daar kun je het aan herkennen, maar het snijdt wel diep, of niet? En dat gooit heel wat omver. Is het tot zover duidelijk? Ja. Ik vraag me alleen af of de eerste de schuld. Hoe zei je dat? De schuld gaat mee? De schuld die dat je alleen de schuld die draagt. Ja. Of dat wel echt de wedergeboorte is. Want ik geloof, als je echt God opkeert, kan je dan automatisch je zonde ook bij hem brengen. Ja. Dat, gelukkig is dat zo, ondanks verkeerde leer. Maar het is maar een klein percentage wat echt God van harte zoekt. En echt zegt van, Heer, ik wil u leren kennen. Ik wil in u zijn en u in mij. En dan zijn er heel veel van die categorie die dus deze andere leer geloven, maar ondanks die leer toch een heilig leven leiden. Maar toch het idee hebben dat ze constant zondigen. En dat is heel deprimerend. En waarom is het deprimerend? Jullie leven hier kangaroo wonen, doen jullie, hè? Dus je woont met je kleinkinderen. Nou, stel je voor, dat opa, die is een perfectionist. Misschien is het het ook wel. Is die, hè? Heel erg, hè? Opa, die is perfectionist. Dus wat gebeurt er? Hij zit aan tafel, jullie eten samen, en hij zit aan tafel. En de jongste, die begint natuurlijk een beetje, zelfstandig te eten. Maar hij knoeit bij het leven. Want dan geef je hem een vorkje. Hè, en als ze dan confituur zeggen in België, een jam op zijn brood. Hè, dan smeert hij zijn hele mond in. En het morst en zo. En zijn bekertje gooit hij om. En hè, allemaal zo op zijn slabbetje. En opa die kan het niet aanzien. Wat een smeerboel, man. Ach, verschrikkelijk. Een perfectionist, hè. En dan zegt oma of moeder. Die zegt dan, opa moet je eens luisteren, hè. Als je naar dat kindje kijkt, kijk dan in gedachten naar mij. En aanvaard het kind nou ter wille van mij. Je houdt ervan, maar ja. Nou, aanvaard het kind dan ter wille van mij. He, en ik zorg wel dat het goed komt met het kind, maar kijk dan niet naar dat geknoei als je ernaar kijkt. Maar kijk dan in gedachten naar mij. Nou, dat doet opa, dus elke keer zit het kind vreselijk te knoeien. En opa, hij ziet het kind niet eens, maar hij in gedachten ziet hij naar oma. He, van die heel veel houdt en zo, snap je? Nou, stel je voor dat je zo'n opa zou zijn. Of zo'n vader. Nou, het zou toch verschrikkelijk wezen als je op die manier met je kind omgaat, of met je kleinkind omgaat. En als het kind een beetje groter wordt, dan voelt het gewoon van, opa die houdt niet van me zoals ik ben. Hè, toch? Nou, denken we dat God als vader is. Dat God een constructie nodig heeft, dat hij je niet kan zien met al je, hè, met al je fouten die je maakt in het opleidingsproces. Hè, en over zijn nek ga ik maar niet zeggen natuurlijk, maar. Ja, maar dat hij daarvoor die hele rare constructie nodig heeft. Dat hij jou niet ziet, maar dat hij dan de Heer Jezus ziet. Dan zou God geen goede vader wezen, denk ik. Want hij kijkt naar je gezin. Waarom kun je dat kind aanvaarden dat hij zo zit te knoeien? Omdat je ziet dat kind het wil zo graag, maar dat kan nog niet. Maar dat vind je helemaal niet erg. Maar als het een jaar of vijf is, zit nog zo te knoeien. Ja, dan is het een andere zaak, hè? Want dan is de gezindheid niet goed. Maar als de gezindheid van het kindje is om echt met een vorkje te eten, netjes, net zoals opa. Maar hij kan het nog niet. Ja, dan vind je alleen wel prachtig. Neem een fotootje van of je filmt het zelfs. Of niet? Nou, een onderwijzer, hè. Onderwijzer, we hebben een zoon die is dyslectisch. Nou, die maakte fouten bij het leven. Vond hij verschrikkelijk dat hij zoveel fouten maakte. Iedereen lachte hem uit. En de meester die vond het ook verschrikkelijk dat hij zoveel fouten maakte. Maar, een goede onderwijzer was het. Die zag dat het jongetje zo graag wilde. Dus die nam het dat jongetje niet kwalijk. Dus als er één jongetje in de klas was waar de meester zijn aandacht aan schonk, was het Henk Paul, dat is onze zoon. En dat is heel goed gegaan met die jongen. Dat is een goede onderwijzer. Maar beide hadden ze verdriet van al die fouten. Maar dat maakte geen scheiding tussen de onderwijzer en hem. Dat de goede onderwijzer was. Nou, Jezus is een goede onderwijzer.
Je kijkt naar je hart, die ziet de grootste klunst die er zit, om zo te zeggen. Hè, die zegt, Heer, ik wil zo graag, maar ik kan het nog niet. Hè, gebrek aan geduld, Heer, ja, iedere keer trap ik er weer in. En, maar heeft er verdriet van. Hè, vraagt ik vergeving, maar een heel ander soort dingen zijn dat als dat je echt zondigt. Dat je dingen ja, buiten God wil houden en dat je ongerechtigheid bedrijft. Dan zie je het verschil tussen fouten bij het leerproces en zondigen. Dat is zo totaal anders. Als je, niet, als je geen fouten mag maken, dan leer je niks, toch? Of wel? Als je geen fouten mag maken, nou, dat is verschrikkelijk. Nou, Jezus is een goede onderwijzer, of niet? Die kijkt naar je gezindheid. Nee, nog een ander verhaal, hè? Ik heb het, ik weet niet hoe je van je voornaam heet, maar... Nou, ik kan het nou... Maar, goed, hij komt uit Costa Rica, hè? Nou, er is een mooi verhaal van een zekere Arturo Kinch. Ik heb een foto van hem bij me. Dat is een Costa Ricaan. En die doet een langlaufen. Kun je niet voorstellen dat een Costa Ricaan een langlaufen doet, hè? Helemaal geen sneeuw. Hè? Maar goed, dat had hij zich voorgenomen. Nog een christen ook namelijk. Ja. Maar goed. Hij kent hem niet eens, hij is heel onbekend in Costa Rica, want ja, ze hebben er helemaal geen sneeuw. Maar goed, hij ging in de jaren 80, in 1980 was dat, toen deed hij mee in de wereldkampioenschappen, langlauf, in Noorwegen. Olympische Spelen. Olympische Spelen, ja, kan wel. Olympische Spelen zijn het, ja. En dat was kampioen, moest daar... die moest daar winnen natuurlijk. En het stadion zat vol met mensen. En ook de koning, de Noorse koning was daar. En iedere keer werd omgeroepen wie er voor lag en zo. Wie de tweede, derde was. En ook op een gegeven moment, iedere keer werd zijn naam genoemd. Want hoe verder hij wel achter was. Daar kon er helemaal niks van, snap je? Dus die omroeper, die kreeg er lol in. Hè? Dus elke keer, Arturo kind. Hè? En ja, zoveel mijl achter. En die koning, die krijgt ook plezier in. Hè? Die dacht, nou, leuk. He, die vond het grappig. Dus wat gebeurt er? De hele handel was binnen. En hij kwam al ploeterend, zat hij nog, weet ik veel hoeveel achter. Hè? Ja. En toen, hij denkt, nou iedereen zal weg. Maar hij is christen en hij wou zijn dochters een goed voorbeeld geven. En als je ergens aan begint, moet je het ook echt afmaken. Dus hij ging door. En hij denkt, nou het stadion zal lang leven. Maar goed, het kan me niet schelen. Ik ga toch door dat bittere eind. En toen op een gegeven moment, ik zal het even tekenen zo. He, dus hier heb je het parcours, om zo te zeggen. En hier heb je een heuveltje. En dan heb je hier het stadion, he, waar de koning zat. Zo. Nou, en hij was hier en daar en daar en daar. En hij kwam een beetje dichterbij. En op een gegeven moment, wat gebeurde er in het stadion? Die koning die bleef er zitten, dus alle mensen bleven ook zitten. En toen begon het orkest begon allemaal volksliedjes te spelen. Alle mensen begonnen te zingen. Een hele gezellige boel werd het in dat stadion. En dat duurde, ik weet niet hoe lang wel, misschien wel een half uur of een uur. En iedere keer die omroeper, iedere keer zei, nou hij is nu daar, weet je wel. Nou, en op een gegeven moment kwam hij een beetje dichterbij. En ik vroeg, wat hoor ik? Stel ik me zo voor, hè. Hoor die muziek? Dat is wonderlijk. Dus hij komt verder en toen op een gegeven moment verscheen zijn hoofd boven het maaiveld. En toen zagen de mensen hem en toen brak er toch een gejuich uit. Dat was onvoorstelbaar. Dat is wel 10 keer mooier als van de kampioen, om zo te zeggen. Maar snap je, iedereen ging staan en... Ik denk, ja, God is een goede koning. Nee, God is een goede koning. Die ziet dat, die ziet de grootste kluns hier voortzwoegen. Van, Heer, ik wil zo graag, maar ik kan het nog niet. Ik had bijna brok in mijn keel, kan ik het bijna niet zeggen, zonder brok in mijn keel. Snap je een beetje van hoe bijzonder dat is? Ja, dus God is een goede koning, Jezus is een goede meester en God is een goede vader. Nou... Dan moet je toch mee kunnen doen. Maar God die wil wel. Maar het is een blinde vlek mensen. We zijn zo verkeerd voorgelicht. En het komt gewoon. Dat is de oorzaak dat alles op één hoop wordt gegooid. Er wordt in bepaalde kringen wordt er gezegd. God enkel licht. Voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Ja, en hij ziet ons met schuld bedekt. En misvormd door 1000 zonden. Ja, dus die zien God als degene. Die net zoals die vader die niet kan aanzien. Dat zijn kind zo zit. Kleinkind zo zit. Of. Kind zo zitten knoeien. Ik denk dat God ook zo is. En dat alles wat niet volmaakt is, dat het zonde is. Dus alle fouten die je maakt, die heb je allemaal zonde. Dingen die scheiding brengen tussen God en jou. Ja, dan heb je zo'n rare constructie nodig. Dat Jezus gerechtigheid
als hij ons toe wordt gerekend, zodat we toch nog op een of andere manier met God kunnen omgaan. En weer naar het gevolg is, als je alles op één hoop gooit, dat degenen die echt zondigen, die zeggen, nou ja goed, iedereen zondigt toch. Dus die zien dat verschil niet, dus echt zondigen en fouten maken met het leerproces. En die zondigen heel makkelijk eigenlijk, want die denken, nou ja, iedereen zondigt, dus ik bevind me in goed gezelschap, om zo te zeggen. En diegenen die echt voor God willen leven, die worden zeer ontmoedigd. Denk, jongen, ik blijf maar zondigen, het lijkt wel dat ik het nooit leer. Dus je wordt alleen maar ontmoedigd. Zie hoe verschrikkelijk dat is als je geen onderscheid maakt tussen fouten door het leerproces en echt zondigen. Dat verschil moet je maken hoor. Ja. Kun je een voorbeeld geven waar dan die grens ligt? Nou, dat kun je God om vragen. Kijk, God is een goede vader dus die wil, en wees een goede leraar. Dus als jij vraagt van heren, wilt u me laten zien waar ik verkeerd bezig ben? Ja. Nou, dan weet hij wel een weg te vinden waarop hij dat duidelijk maakt hoor. Ja, natuurlijk. He, dus daar moet je niet over inzetten. Maar je wilt misschien ook weten, wat staat het dan, dat er dat verschil er is? Ja, ik snap het leerproces recept, inderdaad. Ja. Ik snap inderdaad dat andere ook. Ja. Maar, ja. Maak nou maar eens het onderscheid. Nou, iedereen weet gewoon voor zichzelf van, wat is mijn diepste motivatie? Wat is mijn gezindheid? Dat weet je, dat het enige die weet bij jezelf eigenlijk. Ja. He, van, is dat echt mijn diepste verlangen om helemaal voor God te leven en het te leren ook. Want weet je wat, daar ben ik erg bij bepaald gisteren toen ik hier aan dacht aan deze samenkomst. Van, ik ben met pensioen, dus je hebt wat meer tijd om voorbeter te doen. Hè? En had ik dan voor, en we hebben hele rijen van mensen die dus, ex-collega's en mensen die in de bediening zitten en zendelingen en zo. En vanmorgen toen ik aan het bidden was, of gisteravond eigenlijk al. Toen denk je, als ik nou aan het bidden ben, hoeveel zijn er nou echt waarvoor ik bid, waarvan ik zeker weet dat ze geestelijk in beweging zijn. Veranderen, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Nou, het enige wat ik kon zeggen, er zijn er maar een paar. Voor al die mensen waarvoor ik bid, allemaal toegewijde mensen. Maar iedereen is, misschien kan ik het zo tekenen. Dat is een ander onderwerp hoor hier. Maar... He, dus er zijn twee dingen, dat is je geestelijke leven, zo, dit is je geestelijke leven, en dit zijn je geestelijke activiteiten. He, dus geestelijk leven, geestelijke activiteiten. En bij de meeste voor wie ik bid, dan zie je dat dit vreselijk dynamisch is, he, dat veranderen en zijn bezig met nieuwe plannen en allerlei nieuw werk, en nou ja, noem maar op, he, dat beweegt, he, dat is allemaal in beweging. En het geestelijke leven is statisch. Er zit geen beweging in. Ze hebben gewoon een systeem, een theologisch systeem. En daar hebben ze, daar vinden ze hun geborgenheid in. Ze zijn geborgen in de leer. Nou, dat is dan voor elkaar, en doen ze even maar dan, bijna. En alles wat ze bidden en waar ze aan werken, dat gaat allemaal hierover. Van, heren, wilt u dit doen en wilt u me daarin zegenen, wilt u me, noem maar op. Ze zijn allemaal bezig hiermee, met dit. Dat ligt stil. En dat is zo verschrikkelijk eigenlijk. En dat zijn die velen waarvan Jezus zegt van... Velen zullen op die dagen zeggen... Heren, hebben we in uw naam niet dit en hebben we in uw naam niet dat. En dan zegt jij, ja, wie ben je eigenlijk? Ik ken je eigenlijk helemaal niet. Ik kan me je voorstellen hoe verschrikkelijk dat is. Ik zeg dingen die ik me nauwelijks kan voorstellen hoe verschrikkelijk het allemaal is. En hoe ontzettend de wereldwijd de gemeente... Het lichaam van Christus functioneert. Het zijn er maar weinigen. Er zijn maar weinig die door de smalle poort gaan en de smalle weg opgaan. Er zijn er maar weinig. Hoe komt het dat alle mensen eigenlijk in zo'n dwaling zijn gaan geloven? Want eigenlijk, als je dit ergens anders vertelt, dan denk ik dat het voor heel veel mensen nieuw is. Ja, ik denk het ook. Maar dat komt gewoon ten eerste omdat mensen leven van uit de tweede hand. Dus alles wat ze aan preken horen. Ze leven niet van, heren, wilt u me... He, ze leven niet... Ja, ze hebben geen privéles nodig, niet privéles van God zelf. Maar ja, als die mensen je niet brengen tot dat je zelf bij God in de leer gaat, ja, dan blijf je cirkelen in dat kleine, ja, in dat theologische systeem van die predikers. En dit is het, dat is duidelijk het systeem van, ja, ik kan geen namen noemen, maar
ik denk van 90% van evangelische en reformatorische theologie. Ja, Luther begon ermee, hè, met de gelukkige ruil. Kijk, en Luther, dat is tragisch. Kijk, Luther toen hij tot besef kwam dat vrede met God een gave was, je voor niks kon krijgen, dat je er niks van hoefde te doen, toen was hij al lang God toegewijd. Ja, hij leefde helemaal voor God. En toen was dit een geweldige ontdekking, waardoor de vlam in de pan werd. Dat was voor hem een geweldige zegen. En toen ging hij prediken van, jongens, behoudenis kun je niet door aflaten krijgen, ook niet door betalen, ook niet door goede werken, je krijgt het gratis voor niks. En dat verkondigde tegen mensen die helemaal God niet toegewijd waren. Ja, die ging erin als broodjes natuurlijk, hè, dat was prachtig. Ja, dus de hele Lutherse kerk, die zit er vol mee, met allemaal mensen zeggen, ja, bedankt Heer dat u alles voor me gedaan hebt, dat u me God de gerechtigheid van Jezus toerekent, dat allemaal gratis, hè, dat ik zo naar de hemel mag, maar ondertussen. Ja, dit is een hele aantrekkelijke leer. Maar wat is dan in die zin, dat is toch in die zin goed, behalve als er geen vervolg aankomt? Zeg nog eens. Dat is toch in die zin goed, behalve als er geen vervolg aankomt? Nou, het gevaar is te groot. Het is gewoon een dwaalleer dat Jezus je schuld op zich neemt en niet je zonde. Ja, dat je moet gewoon. Kijk, elke dwaalleer heeft zijn gevolgen. De duivel die maakt er misbruik van. En degene die echt eerlijk een verlangen hebben naar God, die komen wel in contact met God, ondanks de dwaalleer. Maar er zijn er veel te veel die ja, met die blinde vlek doorleven en die beter weten. En dan. En daarom, ja, ik weet niet hoe we de hele zaak moeten wakker schudden. Nou, dit is dan een druppel op de gloeiende plaat misschien. Of een vonk in een hooiberg. Ja, dat kan ook, hè. En ik denk dat het laatste het geval is. Een vonk in een hooiberg. En dat, ja. Het voorbeeld van Felix vroeger ook al een soort van naar waar de grens zat en zo. Stel, ik had het net even met mijn broertje over. Gisteravond rijd ik naar huis. Ik rijd 100, maar ik dacht man. Ja. En ik heb zoiets, ja, ik wil eigenlijk een 80 rijden, maar het lukt me gewoon niet. Dat ding dat blijft staan. Ja, in die zin, het lukt wel, maar dan moet je echt je voeding zien. Heb je daar als een politie achter? Ja, dan wel. Ja. En dan denk ik van, oké, of ik heb het verkeerd verstaan, maar als ik zie in het nieuwe verbond, dan is het de Heer die zijn wet in ons hart zou schrijven. Ja. Dus dat ik eigenlijk alleen maar zeg van, Heer, ik wil heel graag 80 rijden, maar... Ik kan het nog niet. Ja. Ik kan het echt voor een meter. Nee, maar als je werkelijk de uitdaging aanneemt, zegt, Heer, ik weet dat ik 80 moet rijden, maar ik kan het niet. Wilt u, en je bent echt eerlijk, hè, wilt u mijn hart zo veranderen dat ik het met blijdschap doe. Mm-hmm. En ook met mijn verstand. De eerste wat de Heer dan tegen je zegt is, joh, je beschermengelen die houden zich altijd aan de maximumsnelheid. Dus zo gauw als je harder gaat rijden, dan ben je, ja, dan kan de duivel je te pakken nemen, hoor. Ja. Jij zegt, ja, ik kan niet 80 rijden, maar ik kan voorstellen als de weg helemaal vol met politieagenten is, jij rijdt 80. Ja. Dat kan. Ja. Maar als jij alleen bent, kan niet. Is alleen omdat jij alleen bent. Maar als alle politie dat wacht, jij rijdt 80. Dat betekent dat jij kan. Ja. Maar dat is hetzelfde met God. Wij doen dingen voor de mensen, ons heen, omdat zij zitten daar en kijken naar ons. Maar als wij alleen met God zijn, dan doen we dat. Hoe kan dat? Kijk, daarom is het. Kijk, het is een vreselijke ontdekking eigenlijk. Maar dat God toch niet zo reëel voor je is, dat als je die maximumsnelheid overschrijdt, dat je denkt, ja, het maakt me geen verschil, want God die ziet het. En dat is veel belangrijker dan mensen misschien. He, iemand die echt God kent, en ik zeg het ook weer tegen mezelf, dat wordt gekenmerkt door het feit dat je precies hetzelfde handelt als er niemand je ziet, als dat iedereen je ziet. Want daar kun je aan merken of je de vrede des Heren kent, of je echt God kent, of je echt Jezus kent. Dat is met porno ook, hè. Er zijn 80% van de evangelische mannen blijkt moeilijkheden hebben met porno. 80% evangelische mannen. Nou, daaruit blijkt dat als moeder de vrouw even de hielen heeft gelicht en die is al naar bed, de man blijft maar even zitten achter zijn tv of achter zijn pc, en hij gaat dan, ja, dan blijkt dus dat
ja, dat, dat de aanwezigheid van God voor hem niet veel voorstelt. Toch, ja, het is hard om te zeggen, maar het is gewoon zo. En dan als je dat bij jezelf merkt, dan, dan, dan is het de bedoeling dat je dat gaat erkennen. Dat is een super grote alarm, hè? Ja, 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 ja. Je staat niet bij stil, maar dan ga je je eigen hart... Er staat ook ergens in de Bijbel dat we ons eigen hart niet kennen. Ja. Maar dat is al een toets, ja. Eigen hart. Ja. Om te zien van, als God het... of we erbij stilstaan, ja. Alleen maar. Ja. Dat is eigenlijk veel belangrijker voor God. Ja. Dan naast mensen. Ja. Ja, dat is, dat is wel, ja, het zijn allemaal kenmerken van, jongens, waar staan we geestelijk, hè? Is God een realiteit voor me of is het niet? En als het niet, nog niet is, op dat terrein ook, dan, dan, dan moeten we, ja, schuld erkennen en zonder beleiden en ons ervan te reinigen. Hè, misschien kunnen we het straks nog even over hebben, over de, dat, dat God zijn wet in je hart legt en in je verstand schrijft. Hè, van hoe, hè, dat nieuwe verbond, want dat is het geheim natuurlijk, dat is de sleutel om zo te kunnen gaan leven. Maar dat is toch in principe ook de reformatorische leer, zeg maar, van dat God inderdaad de wet in je hart schrijft, dat hij inderdaad het willend werk doet, dat hij, en dat je daardoor rechtsverdraagd ook zo volharden. Ja, het, dat, dus, ja, dus de hele reformatorische leer is niet allemaal fout. Hmm. Ja, maar dat stukje over die gelukkige ruil, dat is wel fout. Want dat is ook reformatorisch, hè? Ja, dus je moet gewoon, kijk, we moeten leren om, hè, de, al die leren zijn allemaal ronde systemen. Daar vallen dingen, ik heb al eerder op een andere manier gezegd, hè, van al die, in de loop der eeuwen hebben ze van alle, van de Bijbelse waarheid geprobeerd een rond systeem te maken, waar alles in past. En, maar de Bijbel is er niet, is niet in een rond systeem te vangen, want dat, dat, de Bijbel ziet er zo uit. He, omdat de Bijbel die heeft voor iedereen wat te zeggen. He? De een die heeft nodig van, joh, schiet eens een beetje op. En bij de ander moet, die heeft nodig van, joh, doe een beetje kalmer aan. Het staat allebei in de Bijbel, om, ik noem maar wat. He? Maar als je de Bijbel probeert in een rond systeem te krijgen, dan vallen er allerlei dingen buiten om het rond te krijgen. Over deze hier, zo, dit valt er buiten. En ze moeten er ook dingetjes bij maken om het rond te krijgen. Dat is dit. Ja, dat is de oorzaak van, zolang als we in een theologisch systeem zitten, dan, ja, dan missen we dingen of we geloven dingen die er helemaal niet staan. Er zijn mooie voorbeelden van te geven, maar snap je een beetje dat dat een van de oorzaken is dat we met z'n dwaliën zitten en daardoor hele massa's christenen toch op het verkeerde been zijn gezet. En dan diegenen die echt God lief hebben, die vinden God en die vinden genade ondanks hun leer. Maar als ze hiervan verlost worden, dan, jongens, een bevrijding. Dan zeg je, ach, gelukkig. Ja, bij God is alles mogelijk. Moeten we al koffie drinken eigenlijk? Of thee of zoiets? Sorry. Ja. Ja, maar dan kunnen we, na de pauze kunnen we over het nieuwe verbond wat zeggen.